Hoi allemaal en welkom bij deze video. Vandaag geen vlog, maar deze andere video. Omdat ik op vakantie was. Inmiddels ben ik alweer terug, denk ik net. Maar ik denk niet dat ik het net op tijd allemaal voor elkaar krijg. Omdat ik, als jullie dit zien, gisteravond terug ben gekomen. Dus ik dacht, laten we dat ambitieuze doel niet doen. Ik bereid een extra video voor. En dat is deze video. Ik wil jullie vandaag eventjes een laatste update geven over mijn buik. Waarom? Zou je zeggen, je hebt alles verteld. Ja, dat klopt. Maar ik heb toch best, krijg ik nog vaak vragen. Ook heel veel berichtjes dat jullie het zo fijn vinden dat er zo'n informatieve video's zijn. Dat jullie alle tips opschrijven. Als jullie ook de operatie in het vooruitzicht hebben en dat soort dingen. Dus ik ben heel blij om te horen dat ik daar mensen mee help. Dat was natuurlijk mijn belangrijkste doel. Het was niet mijn hobby om deze beelden te delen. Maar wel, ja, ik hoopte hiermee heel erg andere mensen te helpen. Omdat ik zelf in ieder geval heel erg die informatie miste. Dus vandaar dat ik nog een laatste video opneem. Want het is nu 1,5 jaar geleden dat ik de eerste operatie had. En zoals jullie dan, als jullie mijn andere video's hebben gezien, ook weten, heb ik nog een hersteloperatie gehad daarna. En dat is nu 1,5 jaar geleden. Dus ik denk dat je nu wel een goed beeld hebt van de resultaten. Dus ik wilde de resultaten nog een keer laten zien en gewoon nog een aantal dingetjes met jullie bespreken. Dus laten we beginnen. Allereerst is het goed om te weten dat ik nog steeds nooit, geen dag, geen seconde spijt heb gehad van de operatie. Ik ben nog steeds zo blij dat ik het heb gedaan. Ja, het was pijnlijk. Er is een litteken. Maar ja, het was het allemaal meer dan waard. Ik kan gewoon alles weer. Ik kan weer sporten. Ik kan alles weer. Ik kan mijn kinderen weer tillen. Ik kan gewoon weer normaal leven. Dus dat is fantastisch. Eén ding waar ik nog af en toe last van heb, is dat het af en toe weer in mijn bil schiet. Dat was zeg maar waar mijn eerste klachten begonnen. Zeg maar de eerste signalen van dat er iets niet meer goed werkte in mijn lijf, was bij mijn bil. Die werd overbelast omdat mijn buikspieren hun werk niet deden. En ik merkte dat het gewoon een zwakke plek is geworden. Dus dat het daar wat sneller inschiet, wat ik vroeger nooit had. Maar dat het gewoon nu een zwakke plek is geworden. Dus ja, dat heb je soms in je lichaam. Dat is gewoon ontstaan tijdens mijn zwangerschap van Elin. En dat is 99% van de tijd weg. Maar heel soms, als ik bijvoorbeeld bij sporten nog een bepaalde beweging maak, of ja, dan schiet het er soms in. Dan is het even een paar uurtjes vervelend en dan is het ook weer klaar. Dus is voor mij super te overzien. Ik merk dat mijn buik heeft natuurlijk 1,5 jaar geen zon gezien. Dus ik dacht laatst, ik ga weer eens in mijn bikini zitten om te kijken hoe dat reageert. Het werd heel rood, niet van het verbranden, maar je zag gewoon dat, ja, gewoon rood en vlekken. Dus mijn buik moet echt weer wennen aan de zon. Dus dat moet ik heel langzaam gewoon opbouwen. Wat ik wel zag, is dat ze adviseren altijd om, zeg maar, voor een mooi litteken om een jaar het niet in de zon te doen. Tenminste, dat is wat ik heb begrepen. En mijn navellitteken is natuurlijk verser, want dat is natuurlijk bij de tweede operatie is nog een keer mijn navel gedaan. Dus dat litteken is verser dan het andere litteken. En dat werd rood. Dus ik dacht, dit is een cue. Ik ga nog 1,5 jaar geen zon in met dat litteken. Dan is dat litteken ook een jaar niet in de zon geweest. En pas dan ga ik. Maar ik denk dat ik wel even moet kijken dat ik het misschien af en toe met factor 50 insmeer. Dat wel, zeg maar, mijn buik een beetje weer kan wennen aan de zon. Maar dat moet ik nog eventjes gaan bedenken. Maar ik merk dus dat mijn huid nog wel heel gevoelig is. Ik heb ook nog niet overal het gevoel terug in mijn buik. Of nou ja, er zit wel gevoel in. Maar het voelt niet zoals de rest van mijn huid. Dus niet als ik, zoals ik dit aanraak. Maar het voelt een beetje als een soort, ik heb wel vaker gezegd, een slapend been. Dat heb ik nog steeds eigenlijk bij het gebied vanaf onder mijn navel tot mijn litteken. Kan ik prima weer leven. Helemaal geen last van. Het is bijvoorbeeld wel, ik doe nu af en toe een bindweefselmassage voor mijn buik. Omdat mijn huid echt wel een stuk slapper is dan voor dit hele proces. Ja, dat is natuurlijk, het is zo uitgerekt en geslonken. De rekken ze gewoon een beetje uit. En dat heeft ook gewoon tijd nodig om alles weer goed aan te hechten. Dus prima. Maar ik dacht, bindweefsel kan daarbij helpen. Want dat stimuleert de doorbloeding. Maar dat voelt heel gek. Omdat het, een deel van de buik doet het zeg maar zeer, omdat dat gewoon een normale huid is. En een deel voelt gewoon ongemakkelijk, omdat het een ander soort huid is. Ik weet het niet. Dus dat zijn zeg maar de belangrijkste dingen die ik nu nog merk. Maar echt fantastisch. Wat ik ook hoorde, en dat wilde ik ook graag even delen. Ik moest even heel hard niezen, dus ik heb een beetje een traan hoofd nu.
Is dat ik toch een reactie heb gekregen van iemand waarbij het wel vergoed werd. Dat is echt de eerste die ik heb gehoord. Ik hoor eigenlijk bij iedereen hetzelfde verhaal als wat ik te horen heb gekregen. Maar zij kreeg het wel vergoed. Het werd onder het kopje navelbreuk geboekt. En door een gewone chirurg gedaan, maar die dit wel vaker had gedaan. En dus niet met een litteken van boven naar beneden, maar wel gewoon laag. Dus geef het niet op. Blijf het vooral proberen. Mij is het niet gelukt. Tot nu toe iedereen van wie ik het hoor ook niet. Maar ik hoor ook wel van iedereen dat het heel erg het waard was. Dus ja, het is heel veel geld en het is belachelijk dat we dat zelf moeten doen. Maar I wouldn't change it for the world. Ja, liever gewoon vanuit mijn verzekering, omdat het gewoon medisch is. Maar prima. Dus ik dacht, dat vind ik ook nog even belangrijk om te melden. Verder vond ik laatst dit boekje terug. En dit boekje hield ik mijn maten in bij, omdat ik een tijdje het Newborn Fit Mama programma heb gedaan. Nou, dat bleek uiteindelijk niet zo goed voor mij te werken, zeg maar sporttechnisch vanwege mijn buik. Maar dat wist ik natuurlijk op dat moment nog niet, want deze maten zijn van augustus 2018 en Elin is van juli 2018. Dus ik ben hier zeg maar 6 weken na de bevalling mee begonnen, maar ik wist toen nog niet dat deze klachten niet meer vanzelf over zouden gaan. Maar ik dacht, het is wel heel leuk om even die maten te zien. Want dat was dus voor de operatie. En de meest fascinerende is mijn omtrek van mijn middel. En dan moet ik even kijken waar ik het heb opgeschreven. Want dat zit dan weer ergens tussen. Wat had ik een plaatje van gemaakt? Jazeker. Volgens mij zit hier. Ja. Bij mijn middel, zeg maar, dus mijn smalste gedeelte was toen 86 centimeter en dat is nu 78 centimeter. Nou, dat is toch wel echt een behoorlijk verschil, zou ik willen zeggen. Verder zijn al mijn maten een beetje afgenomen, maar dat is ook gewoon omdat ik nu weer kan sporten. Maar dit vond ik toch wel een hele, het is gewoon bijna 10 centimeter. En dat is geen spek geweest. Dat is gewoon puur omdat mijn buikspieren weer bij elkaar zitten. Natuurlijk ga ik ook nog eventjes zo meteen laten zien hoe het er nu uitziet. Maar dit vond ik wel een hele, en dat hoor ik ook van veel mensen, ik heb gewoon mijn oude vorm weer terug. En natuurlijk, ik ben moeder geworden, het is allemaal niet meer helemaal wat het vroeger was. Was ook nooit mijn doel, ik wilde natuurlijk gewoon weer kunnen sporten, mijn kinderen kunnen tillen, gewoon geen pijn hebben. Maar het is wel een hele mooie bijkomstigheid. Ik heb nu ook gewoon alle kleding van eigenlijk vanaf na de zwangerschap van mijn zoon tot nu, zeg maar, is gewoon allemaal veel te groot. Verhult allemaal een zwangere buik die ik merendeel van die tijd niet had, maar gewoon mijn buik die gewoon bol stond. Ik heb voor mezelf ook even de plaatjes. Ik weet nog niet of ik die hierin ga delen, misschien wel, misschien een klein beetje van voor en na, dus zeg maar ook van dit tijdstip, dus van augustus 2018 versus een stukje verderop en nu. En je, nou, ik vind het echt ongelooflijk zelf. Dus ja, ik ben er nog steeds heel blij mee. Ik zal even de resultaten gaan laten zien. Ik heb nu een jurkje aan, dus ik ga even een broekje eronder doen, want anders dan sta ik zo in mijn. Nou, dit is het nu met kleren aan. En dit is zonder kleren. Mensen vinden mijn litteken, zeg maar, ik heb reacties op de video gehad dat ze mijn litteken heel groot vonden. Dit is hem. Hij is inderdaad groot. Maar even, jongens, dit valt toch helemaal niet heel erg op. Ik ben hier echt heel blij als je het van dichtbij bekijkt. Het is zo'n dun streepje. Nou, ik vind het zelf helemaal prima. Hier zie je dus nog wel wat meer het litteken. Aan deze kant van mijn navel. En je ziet dat mijn huid nog een beetje, ja, losser is. Ja, hier niet, maar hier. Maar overal genomen is het helemaal weer als vanouds. Hier zie je een plekje, tenminste ik zie het altijd heel duidelijk. Daar zit zeg maar nog littekenweefsel wat vaster, dus dat moet ik ook nog losmasseren. Ik probeer het regelmatig nog te masseren. Ik moet zeggen dat ik het ook wel eens vergeet. Ik smeer nog steeds 1-2 keer per week vitamine E op mijn buik. Om, ja, gewoon voor de genezing vind ik zelf heel goed gaan. Als ik sta, vind ik het resultaat heel mooi. Als ik
hang, ja, zie je gewoon nog dat mijn vel nog een beetje los zit. Dat heeft denk ik ook gewoon tijd nodig. En dat gaat denk ik ook nooit meer helemaal goed komen. En dat is oké. Want nou ja, dat ik gewoon de functie terug heb, ben ik mega blij mee. En ook gewoon weer een beetje mijn oude shape. Dus ja, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Nog als laatste dingen. Natuurlijk mag je altijd nog vragen stellen. Maar ik had toch zoiets van, ik vind het wel belangrijk om nog één keer een video te maken. Ja, met de laatste dingetjes. Als je de operatie nog moet ondergaan, heel veel succes. Ik hoop dat het bij jou net zo'n succes is als bij mij. Ik vind persoonlijk mijn litteken, ja, liever had ik hem niet, maar ik vind hem echt heel erg meevallen. Hij is groot, maar hij is super dun. En ja ik voel hem niet eens. Als ik gewoon over mijn buik, voel ik hem niet eens. Wel bij mijn navel, maar de ander niet. Ja, mijn man zegt ook in een bikinibroekje, het komt een heel klein beetje bovenuit aan de zijkant. Maar hij zegt, ja, je moet het echt weten, wil je dat zien. Dus ik ben daar heel content mee. Dus ik ben ook heel blij dat ik het een jaar uit de zon heb gehouden. Dat zou ik je dus ook zeker willen adviseren als ik nu het effect zag op mijn andere litteken. Waarbij ik dat dus eventjes een keer niet heb gedaan. Dus ik ga er nu ook gewoon weer braaf mee verder. Want het heeft echt, het is echt. Oh, en ik kreeg nog een tip. Scarban, ik zal het even pakken. Deze Scarban Recovery Kit. Ik heb dit gekregen van iemand die een keizersnede heeft gehad. En zij zei dat dit haar heel erg heeft geholpen om haar litteken mooi te maken. Nou vind ik mijn litteken dus al heel mooi, maar ik dacht misschien voor mijn navel nog interessant. Ik heb het zelf nog niet getest, maar zij was dus heel enthousiast. Het idee is dus dat je een litteken hebt, dat je hier een soort plakker op doet. Een soort siliconen plakker. En nou ja, dat het herstel dan beter gaat. Het litteken vermindert en heeft dus een hele hoge UV-bescherming. Dus, nou ja, tipje. Ik heb het nog niet geprobeerd. Ik heb dit wel van meerdere mensen als tip gekregen. Dus ik ga het ook nog wel testen. Maar in ieder geval wilde ik deze nog eventjes meegeven. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nog vragen hebben, stel ze vooral in de DM. Maar jullie weten me ook te vinden via mijn mail. Karin@blondiebeautyfashion.nl. Laat weten als je nog ergens mee zit. Ik ben geen dokter. Ik ben ervaringsdeskundige bij mezelf. En dat is het. Maar ik wil met alle liefde jullie vragen beantwoorden. En ja, heel veel sterkte mocht je de operatie nog aangaan. En ja, ik hoop dat je wat aan deze informatie hebt gehad. Dankjewel. Doeg!